Hoe kijk je terug op afgelopen jaar? Ja, het is inderdaad bijna klaar weer. En 2018 is in alle opzichten een topjaar voor Simac geweest. Mooie groei, goed resultaat. Ook weer over alle linies, alle landen en alle werkmaatschappijen. België goed gepresteerd, opnieuw. Die hebben elk jaar een mooi resultaat. Maar bij Simac Tsjechië en Simac ITNL in Nederland was het een recordjaar in 2018. En je zegt ook echt topjaar. Wat is er dan dus nu anders dan de afgelopen twee jaar? Ja, 2016 en 2017 waren goed. Maar dit jaar stijgt er daar toch weer wat bovenuit. Ook wel door de omzetgroei. En het is ook het rendement van de inspanningen van 15, 16 en 17. Bijvoorbeeld in de cloud in Nederland. Waar we vooral investeringen hebben gedaan in de vorige jaren. En die komen er nu uit. Ja, dat succes komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Dat komt ergens vandaan. Nee, het succes van 2018 is niet alleen de inspanningen van 2018. Dat zit daar ook al voor. Je neemt natuurlijk orders mee, maar je neemt vooral contracten mee. Zoals bekend, Simac zit voor een groot deel in elkaar dat we meerjarige contracten bij klanten hebben. Dus die sluit je af en die gaan uiteindelijk in de loop der jaren meetellen. Ja, want dan geldt vaak ook weer resultaten uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst. Dat zeggen ze vaak, resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Maar dat is bij Simac denk ik anders. Ten eerste omdat we een familiebedrijf zijn. Dus alle rendement die we hebben en alle geld die we verdienen, die blijft voornamelijk in het bedrijf. Dus die maak je iedere keer weer sterker. En door die lange contracten is het ook zo dat als we eenmaal een aantal jaren goede contracten, mooie rendementen hebben, dat ook wel weer doorzet naar de toekomst. Het zal ook wel zo kunnen zijn dat de IT bijna wordt overgenomen door de giganten van deze wereld. Een Cisco of een Amazon, Microsoft, Google, Apple, noem maar op. En die vertaalslag van die hele grote technologiereuzen naar uiteindelijk wat gewoon een oplossing is voor een klant, dat kunnen wij maken. En dat maken wij niet alleen in de IT, maar dat maken we dus ook in bijvoorbeeld vision controle machines in Heerlen. Dat maken we ook in glasvezeltechniek bij Electronics. En dat vind ik prachtig, dat we eigenlijk door die diversiteit zeggen van, ook al zitten er in de IT-wereld af en toe van die schokken, waarvan je moet zeggen van, hey, hoe gaat Simac daarop reageren? Missen we niet een keer een afslag? Nou, dat kunnen we ons permitteren, omdat we op die andere gebieden dan gewoon doorgaan. Ik ben ook de afgelopen weken weer bij een paar potentiële klanten geweest. En als ik dan hoor hoe wij op dit moment in de markt staan, dan denk ik van, we hebben de komende jaren nog prachtige kansen die we kunnen benutten. De klanten zeggen, ja, Simac is gewoon qua reactiviteit en opstelling als wij probleem hebben geweldig. Een van de betere leveranciers, een echte partner om samen uit de problemen te komen. Als iemand iets positiefs over Simac zegt, dan ben ik natuurlijk trots. Maar eigenlijk ben ik dan ook gewoon trots op de mensen van Simac, want die doen het. Ik hoorde de term Teamnology afgelopen jaar. Nou, alles is in teams tegenwoordig. Vroeger was het veel meer van één persoon die wist hoe het zat en die werkt alles uit. En de rest die ondersteunt daarbij. En nu zie je in veel meer situaties dat het toch een team van specialisten is die samen de goede oplossing maken. En in een team waarin vertrouwen en goede spirit en goede creativiteit en verschillende soorten denkwijzen zitten, ja, dat functioneert gewoon het best. De kinderen zitten inmiddels ook al in het bedrijf? Ik ben ontzettend blij dat zij erin zitten, want ja, zij krijgen vanuit de familie hetzelfde gevoel mee dat het gaat om de continuïteit en dat het bedrijf gewoon niet bestemd is voor de verkoop aan anderen. Die passie die hierin zit en dat gevoel voor het bedrijf, ja. Dat is een van de redenen waarom het zo goed gaat. Ja, nou, ik denk het ook. Ik denk dat passie bij mensen, maar ook kennis van ja, de klanten en de organisatie en het samen met elkaar dingen willen doen, dat de basis is van het succes. En dat komt wel door die zekerheid van de familiesfeer en de continuïteit die we met z'n allen kunnen bieden. Uiteindelijk willen we er gewoon nu zijn, maar ook voor de komende 10, 20, 30 jaar.